Oké, nou, wie heeft herkenbaar? Ik dacht even een keer nagellak te doen. Ik ben gewoon te lui om het te laten drogen. Dus het gaat nooit goed. Ik ga even tanken. En richting Birmingham. Tanken hier vind ik echt vreselijk. Ik heb het gedaan. Hij zit helemaal vol, dus het is gelukt. Maar het is heel raar. Die kaart moet in, uit. En dan moet je postcode doen. En weet ik het allemaal heel gezeik. But we did it. En nu ga ik rijden naar Birmingham. Er stond net 2:20. Dus ik hoop dat ik lekker een beetje door kan rijden op de snelweg ook en zo. En het is echt één lange weg. En ik zie jullie denk ik gewoon wanneer ik in Birmingham ben. Want ik wil niet stoppen. Mijn planning is om gewoon het door te rijden. Tot ik daar ben. Hij zit in de standaard. Dus even een update. Ik moet denk ik nu nog 100 mile, iets meer denk ik. Ik heb geen flauw idee hoeveel kilometer dat is. Ik snap daar nog steeds geen reet van. Het is echt continu op dezelfde weg inderdaad. En Georgia is zo mooi. Ik zal wat filmpjes of fotootjes heb ik stiekem geschoten zo snel. Er ook even tussen plakken. Want echt, ik geniet echt optimaal van de omgeving. Gewoon echt bizar. Ik heb ook echt een perfect weekend uitgekozen, jongens. Het is 16 graden met zon. En ja, ik weet dat ik liever had ik het misschien nog iets warmer gehad. Want ik hou van de zomer. Maar het is echt heerlijk weer. Ik geniet ook echt nu in de auto. En ik ben eigenlijk gewoon lekker muziek aan het luisteren. En ik moet denk ik nog 1:40 ongeveer. En dan ben ik bij Museum of Art. Want ik heb besloten dat mijn eerste stop is. Dus ja, dat is even mijn update. Overgang moet ik natuurlijk gewoon filmen, want het is gewoon gaaf. Zeggen dat ik van een ene staat naar een andere staat ben gereden. Hoe gaaf is dat? Ik zit net op de wc, oké. Maakt niet uit, maar ik moet echt even gelijk zijn. Dus ik was aan het autorijden. Toen had ik mijn gulp er zo open gedaan. Omdat, ja, het zat toch niet lekker als je spijkbroek aan hebt even aan het autorijden. Dus ik had het lekker gewoon zo open. Maar ik was gewoon vergeten dat ik dat had gedaan. Dus ik ga nu hier naar de wc en ik kijk zo en ik denk, oeps. Ja, dus ik liep gewoon lekker met mijn gulp en al open over straat net. Echt weer een actie voor mij. Wat ik zo raar vind. Aan die wc's hier. Iedereen kan toch gewoon zien wat er gebeurt. Is toch gewoon, ik vind het zo raar. Dat hebben we in Nederland toch ook niet. Ik weet niet precies waarom, maar deze doet me dus echt denken aan Bella and Beast. Oh, this is cool. They have Dutch art here. I'm curious what they have.
Well, this is French. This one is Dutch. Nou, hoe cool is dit, jongen? Ben je gewoon in Birmingham? Gaat het gewoon over Nederland? The Rough Sea. Dit is dus allemaal uit Nederland. Niet ook Jan Steen. Dat is toch iets bekends, jongens. Ik doe nu net alsof ik iets weet van hoe heet het nou, kunst, maar dat is totaal niet zo. Oh, dit is Antwerpen, een rare iets, joh. Deze is ook Dutch. Zielig, man. Oh ja, dit is wel echt super. Rotterdam, jongen. De bloempot. Oh, dit is gaaf. Die ken ik. Wie is dit? Willem de... Nee. Nou ga ik stoer doen. Oh, het is unknown artist. Maar deze man, hè. Of ben ik nou raar? Ja, die mensen leken ook allemaal op elkaar. Maar deze is echt een bekend hoofd. Ah, ik weet het niet hoor. Ik denk ook weer dat ik slim ben. Ik heb wel gevonden wat ik zocht. Dat is namelijk, zie je, dat seintje gedoe. Dus daar ga ik even heen lopen. Foto maken. Het is 2:30. Ik denk dat ik even... Of kijken of ik ergens iets lekkers kan vinden om te eten. Of ik ga terug naar de auto. Ja, ik ga sowieso richting de auto lopen. Maar wel kijken of er misschien iets te eten is of zo. Of ik ga kijken gewoon. Of ik mezelf even filmen. Want ook saai als je altijd naar dat... Wow. Als je naar dat beeld zit te kijken. Niet dat ik heel leuk ben om naar te kijken. Waarschijnlijk wel goed. Maakt niet uit. Ja, dus... Anders ga ik naar mijn Airbnb, want ik denk dat ik downtown op zich wel dan heb gezien wat ik echt wilde zien. Dus dat is wel goed, denk ik. Kijk, Birmingham is niet echt zoals Atlanta of zo. Je hebt wel, er zijn wel dingen te doen of zo, maar het is niet, het is geen Atlanta gewoon, weet je. Atlanta kan gewoon heel veel doen. En waarschijnlijk Birmingham is het, like Alabama, het is waarschijnlijk niet de meest populaire staat voor mensen om heen te gaan. Maar ik had zoiets van, weet je, het is makkelijk aan te rijden, dus daarom ga ik er gewoon heen. En ja. Oh, nou, blijkbaar ben ik nu dus in die LED-tunnel, zeg maar. Maar ik vind het echt lelijk. Ik dacht echt dat op de foto zag het er echt mooi uit, maar looks like shit. Het is gewoon dit. Het is gewoon dit. Ik ga wel even een fotootje maken, want ja, weet je, heb je bewijs dat je geweest bent, alles toch? Het is wel grappig, maar nou, stelt echt geen flikker voor. Ik begin echt blaren te krijgen. Het doet zo'n pijn. Echt niet grappig meer. Ik ben ook echt langzaam aan het teruglopen. Gewoon richting die kant van waar mijn auto staat, weet je wel. Want het is 2:50. Dus ik ga lekker de auto in. En dan ga ik gewoon richting mijn Airbnb. Oh, het doet echt pijn. Het is echt niet leuk meer. Het is nog een kwartiertje lopen naar mijn auto. Het is alleen maar rechtdoor, rechtdoor. Dus ja. Ik heb nu wel echt honger. Het is nu natuurlijk 2:50, maar in Atlanta is het al 3:50. En ik heb nog geen lunch gegeten. Bijna tijd om avond te eten. Dus als ik bij mijn auto ben, heb ik wel een lekkere zak pepernoten. Dus dat is wel weer fijn. Maar ja, ik moet eigenlijk gewoon echt op zoek naar eten ook. Maar ja, de Chick-fil-A die ik weer zag, die was dicht. Dus het helpt ook allemaal niet echt heel erg natuurlijk. En Melissa zal Melissa niet zijn als ze weer eens afgeleid was. Dus ik loop terug en ik loop langs dat gebouw, dat witte gebouw wat ik tegen jullie zei. Dit vind ik zo mooi.
Maar nu loop ik dus aan de andere kant van het witte gebouw. En dat is dus de voorkant. Dus ik ga er met pijn in mijn poten even langs. Want ik wil gewoon echt weten wat voor gebouw dit is. Ik ben gewoon echt benieuwd. Oh, dat ziet er ook leuk uit. Urban Cookhouse. Maar ja, het ziet er ook echt dicht uit, man. Ja, ook maandag tot vrijdag alleen. Ik vind het echt raar, hoor. Oké. Robert S. Vance Federal Building. Nou ja, dat was het dus. En hier kun je zelfs nog meer lezen. Kijk, er gaat dus door heel Birmingham. Dat wil ik dus morgen denk ik een beetje gaan doen. Want daar heb ik vandaag echt geen zin in. En ook helemaal niet met deze schoenen. Heb je al deze dingen. En dan kan je zeg maar lopen. En dan zie je allemaal dingen. Dit is dus Little Boy in Blue. Little Boy Blue. Het gaat over Martin Luther King iets of zo. Even kijken. Ja, dat is het trouwens. Dit is dus, want hier staat het op. Birmingham Civil Rights Heritage Trail. Dus dat kan je helemaal lopen. Ah, wat zielig. Nou, ik doe het even zo. Voor de mensen die het willen lezen, even op pauze drukken. Want ik ga weer verder. Ik ga weer teruglopen. Ja, maar kijk dan, ik kan hier zo van genieten, hè. Het is toch een mooi gebouw, man. Ook lang, hè. Het loopt helemaal door. Ja, ik vind dat echt mooi. Het glimt ook gewoon, hè. Wacht, kijk of je dat kan zien. Je ziet het niet, hè. Wacht, nu wel. Zie je, is het echt... Het glinst het ook gewoon helemaal. Het is echt mooi. We hebben wel veel van die dingen hier, hoor. Hé, hey, deze is van Atlanta. Wat de fuck doet het hier dan? Birmingham, Branch. Weird. Oké, okay. Wow, die zon. Oh, het licht is wel mooi, man. Even selfie maken. En we kennen weer. Oh, ik heb zoveel foto's altijd op mijn telefoon, hè. Ik vind dat gewoon leuk. En daarom vind ik het ook, ik moet echt eerlijk zeggen, voor mensen die dus alleen op vakantie willen of alleen dingen willen doen, ga het gewoon doen, man. Ik bedoel, hoe lekker is het dat je gewoon kan lopen waar jij wil lopen, kan doen wat je wil doen. Al wil ik hier gaan staan, hè, op deze plek. En 20 minuten lang foto's maken, wie gaat me zeggen dat het niet mag? Of dat ze iets anders wil doen of zo? Niemand. Dus ik kan het gewoon lekker doen. Ja, als je je verveelt, voel op dat je tegen niemand gaat praten, ga dan ook vloggen. Want dan kun je gewoon praten tegen jezelf. Ben ik, zoals je merkt, best wel goed in. Dus, oh, ik ben al bijna bij de auto, joh. Nou, dat was echt geen kwartier, hoor. Daar de hoek kom en dan zijn we er bijna. Toppie. Nou, we hebben alles in één keer mee. Dit gaat best makkelijk zo. Nu ben ik heel benieuwd. Oké, okay, dit gaat niet heel makkelijk zo. Oh, waarom ben ik zo lomp? Die kant op. Oké. Blijf. Nog een soort heuveltje op ook. Wat een gezeik. Nou ben ik heel benieuwd. Want het is 1518. En hier beneden is 1518. 2-0 zag ik net volgens mij. Of zoiets. Dus. Aan de overkant 1517. Dus het moet wel aan deze kant zijn. Maar. Oh god, dit zijn allemaal aparte. Appartementjes. Ik snap er gereed van. Goed ideetje voor mij. Lekker je eigen drinken meenemen. Hoef je dat allemaal nergens te kopen? Like a budget. Like a budget. Tadaa. Het ging allemaal zo snel, jongen. Echt niet normaal. Ik vroeg een Uber op en binnen 10 seconden stond hij voor de deur. En nu ben ik. Bij Chick-fil-A. Ga ik lekker eten. Lekker veel. En dan ga ik lekker terug. Zo koud hier.
Maar dan ga ik lekker terug en dan ga ik lekker Netflixen. En morgen weer een nieuwe dag. Chick-fil-A, hè? Super chill. Ik heb die app zeg maar van Chick-fil-A. En er stond in één keer, omdat ik in Birmingham was, dat ik daardoor een kipding kreeg of zo. Wat was het? Kipburger. Ja, sandwich. Krijg ik ook gratis bij. Dus die heb ik gratis gekregen. En ik heb dus de kipnuggets gekocht ook. Super chill. Dus ja, ik was echt voor kipnugget menu en een kip sandwich en drinken was ik kwijt $7 nog wat. Dus dat is niks. En dat stond nog op mijn app ook nog eens. Dus ik heb eigenlijk gewoon niks uitgegeven voor mijn avondeten. Top bezig Melis, zeg ik maar weer vandaag. Ja, nu ga ik even wachten op mijn eten. En dan, ja. Dit is trouwens echt lekker. Weet je wel, in Nederland hebben we die McDonald's saus. Hebben ze hier niet. Maar hier heb je Chick-fil-A saus. En het is, ik weet niet echt, maar het smaakt een beetje naar hamkaasje. Dus ik heb frietjes. Oh. Kipnuggetjes en een burger. Bon appetit. Bon appetit. Ik weet niet of die echt scherp is. Maar goed, lekker onderkin, hupthee. Even zo, want het is koud. Ik ben nu in Five Points of zoiets. Oh, Five Points South zie ik nu. Oh, dit ziet er echt super schattig uit, zeg. Maar ja, daar is het ook veel te koud voor. Oh, dit ziet er wel heel mooi uit. Even rondje lopen. Ik ga daarna even kijken als ik daar de andere kant op loop. Heb je een soort van, ik denk supermarktje of zo. Tenminste, ik zocht voor een supermarkt en toen stond daar een supermarkt. Dus ja, wel iets kleins of zo. Dus ik ga gewoon kijken of ze toevallig wat hebben, anders moet ik een Uber bestellen, dus die moet ik sowieso weer bestellen. Maar dan kijk ik waar ik hem bestel. Oh, een hele mooie kerk is het. Oké, laat me het even laten zien. Ja, heel mooi. En ook hier zitten gelijk weer zwervers. Mooi gek van. Het is hier wel heel druk, want dit schijnt dus echt een plek te zijn met keiveel eetentjes. Er zijn ook heel veel eetentjes. Maar ja, ik vond ook, ik had geen zin om helemaal. Ja, Chick-fil-A was gewoon lekker makkelijk. Goedkoop. Dus ja. Oeh, het is zo koud. Oké. Okay. Het is dus daar en het is open. En het zag er van de buitenkant wel heel leuk uit. En ik heb weer echt zo'n mooi gebouw gezien. Jullie geloof het echt gewoon niet, maar dat ook weer zo gaaf toch? Ik vind het echt leuk, ik geniet daarvan. Eigenlijk is Nederland echt saai dan, weet je. Oh, nou, hij gaat gelijk op groen voor mij, dat is mooi. Zoals ik het er van de buitenkant uitziet, gaan ze wel lekkere dingen hebben. Dus kan ik even gewoon wat lekkers kopen. Oh, ik film echt van een slechte kant. Maar goed. Allemaal echt doen, hè? Ja, oké, we zijn er. Dus ik ga even wat lekkers uitzoeken. Doe mijn camera even weg. En dan ga ik daarna een Ubertje vragen. En terug naar huis. Tenminste, mijn Airbnb. Voel ik me trouwens, voordat ik naar binnen ga, wil ik even één ding zeggen. Het voelt echt ghetto. Zo'n winkeltje, weet je wel, dat zie je altijd in films. Dat hier in één keer dan huts geschoten wordt of zo. Staat hier ook op de brievenbus geen hoodies naar binnen. Allemaal zulke dingen. Maar ja, ik zie vanaf hier wel lekker eten. Dus ik denk dat ik wel even naar binnen ga om snoepjes te kopen.
snoepjes. Weet je wat ze ook hebben hier? Mijn lievelingswijn. Barefoot. Maar ik ga voor een colaatje. Omdat ik natuurlijk weer achter dat ik veel te veel mee heb genomen. Wat aan de ene kant wel een opluchting is. Want dat betekent dat ik ook echt wel goed ga qua kleding en alles voor New York. Ja, ik ga nu eigenlijk niet zoveel meer doen. Ik ben net wel naar de avondwinkel gegaan. Die heb ik dus gevonden, zoals je had gezien. Nou, ik moest dus over de $5 besteden of zo, anders kon ik niet binnen. Dat was zeg maar een soort limiet. Dus ik heb maar weer... Nee, ik dacht dat ik cherry cola had gekocht. What the fuck is dit nou weer? Cinnamon cola. Kaneel cola. Ik heb... Nou ja, ik ben wel echt super benieuwd nu eigenlijk. Nee, ik ga morgen testen, want deze bewaar ik voordat ik terugrijd naar huis. Ik heb maar een lolly genomen. En verder een hele voorraad kauwgom. En dit zijn, weet ik niet, cherry snoepjes. Of is het ook kauwgom? Nee, dit is wel echt snoep gewoon. 90 calorieën voor een heel pak. Nou, dat kan ik wel even opeten dan. Dus ja, dat heb ik gekocht. Ik ga lekker, het is nu... Bijna 7 uur. Ik heb echt het gevoel alsof het al super laat is. Dus ik ga lekker even Netflixen. En niks doen. Iemand met smetvlees slaapt dus zo op de jas. Ik vind het zo vies. Ik kan er niet tegen. Elk hotel, maakt me niet uit waar. Zelfs Van de Valk en zo. Waarvan ik weet dat het wel schoon is. Nee, ik kan er niet tegen. Ik vind het echt vreselijk. Goedemorgen. Eigenlijk goeienacht. Het is nu 5 uur. Ik moet even luisteren, want ik wil niemand wakker maken. Het is best wel horig en iedereen is super stil. Dus ik wil niet degene zijn die zeg maar heel druk is en zo. Mijn lens is echt vies. Wacht. Dus ik was om 4 uur 's nachts al wakker. Ik ben echt voor mij doen heel vroeg gaan slapen. Dus ik heb wel gewoon een goede nachtrust gehad. En ik heb echt honger. Maar ik heb een hele grote zak pepernoten bij. Dus ik ga denk ik gewoon een paar pepernoten eten nu. En ik zit te twijfelen wat ik ga doen. Want als ik nu toch al zo vroeg wakker ben, ga ik denk ik heel vroeg richting die trail om te gaan lopen. En dan kan ik de... Want ja, hoe eerder ik daarheen ga, hoe eerder ik ook weer terug ben. Hoe eerder ik weer naar het museum kan en al die andere dingen kan doen. Hoe eerder ik naar huis kan rijden. En hopelijk gewoon lekker overdag, zeg maar, met licht terug naar huis kan rijden. En niet in het donker hoef te rijden. Dus ja. Ja, ik ga weer verder. Een paar pepernoten eten en nog even liggen. Slapen ga ik denk toch niet meer doen. Dus ja, dat was het alweer. Morgen, het is iets over 8 en ik ben aan het klaarmaken om te gaan lopen. Dus ik ga lekker met mijn bril en zo. Ik heb mijn sportkleding aan. Ik heb al een klein beetje weer mijn koffer opgeruimd, maar nog niet alles. Want ik moet natuurlijk nog omkleden, dus ik heb ook nog best wel veel nodig, zeg maar. Dus ik ga eigenlijk even naar de wc nog en dan ga ik lopen. Ik ben er echt bij als de alledaagse toerist. Rugzakje op. En gaan. En ik begon zo vroeg wakker te zijn. En nu loop ik eigenlijk een beetje achter op mijn schema. Naar het zuiden op 14th Street, south richting 16th Avenue. South. Het is 8 minuutjes lopen naar de trail. Ik wil eigenlijk gewoon die view zien, dus ik weet ook niet zeg maar nog... Hoe ver ik zeg maar moet lopen op dat trail zelf. Het is best wel lekker weer al. Ik ben gewoon buiten adem al. Ik moet nog beginnen. Oké, ik weet al hoe ik moet lopen nu. Het is echt gewoon een hele berg op, man. Ik ken niet meer. Ik denk dat we het hier
zo bijna beginnen. Want we gaan al best hoog. Oh joh, kijk, viel bijna weer. Echt. Je kan het net niet zien, maar door de bomen zie je downtown al eigenlijk. Gewoon op een berg, man. Jezus. Daarboven zijn huizen nog verder, hè. Ik zou echt niet zo hoog kunnen leven, hoor. Ik zou echt alles met de auto doen. Het ziet er echt uit als een fucking groot penthouse of zo. Je kan het net niet zien. Ja, het is helemaal dat. Ik kan nu al niet meer. Ik ben echt blij dat ik nu omhoog loop, weet je wel. Dus straks naar beneden. Ben ik beter in. Het is meer voor mij weggelegd. Gewoon rustig naar beneden lopen. Ik ben blij dat ik dit in de ochtend ben gaan doen. Ik zweet me alweer zo dood dat ik mijn jas eigenlijk wel uit kan doen. En dat ik gelukkig zo meteen nog lekker tijd heb om bij mijn Airbnb weer gewoon op te frissen. Want ja, heb ik goed gepland gelukkig dit. Daar heb ik er niks van. Al heb ik hier ook wel uitzicht al. Waar ik nu sta, staat bestemming aan de linkerkant. Is niks, zijn alleen huizen. Ik snap helemaal niks van weer. Oh, ik zie daarboven echt mensen lopen. Maar hoe de fuck zijn hun daar gekomen dan? Ik kan toch niet door die mensen hun tuin heen? Ik snap er echt weer helemaal niks van, jongens. Dit kan ik echt niet doen. Ja, als ik het echt niet kan vinden, jammer dan hoor. Want ik kijk. Waar ik hier sta, ik ga het even laten zien. Ja, je bent daar echt maar een klein beetje hoger eigenlijk. Eng als je zo woont. Gadverdamme. Ik vind het maar een eng iets. Lopen om te kijken of ik misschien een afslag of zo naar boven heb gemist. Want als ik verder loop, ga ik weer naar beneden. En ik geloof niet dat ik daar iets tegen ga komen ook. Dus ik ga gewoon nog heel even teruglopen. En kijken of ik nog ergens naar boven kan of zo. Weet ik veel. En anders, ja, jammer dan. Ik heb het soort gezien ook prima. Ik heb even research gedaan. En ik ben erachter dat de parkeerplek waar je dus de trail eigenlijk op moet. Ik snap niet waarom Google Maps zei dat hier ook een trail was om op te gaan. Want die is er overduidelijk niet. Is eigenlijk bij Vulcan Park en Museum waar ik al heen wil. Dus mijn planning is weer veranderd. Ik ga nu gewoon teruglopen naar mijn Airbnb. Ik ga me gewoon klaarmaken om naar het museum en zo te gaan. En als ik daar dus inderdaad zie dat daar de ingang is van de trail, loop ik eventjes op. En dat is eigenlijk dan de planning. Ik ben gewoon echt verrast over wat er allemaal in mijn koffer zit. Ik heb, even denken hoor, 1, 2, voor 3 dagen outfits. Een pyjama. Wat zit hier nog meer in? Een handtas. Een heuptasje. Mijn stijltang. 2 paar schoenen, inclusief mijn Dr. Martens. En als je erop gaat zitten, gaat hij ook echt serieus dicht. Dus dit geeft mij echt zoveel hoop voor New York. Want dan ga ik niet al die schoenen, dan neem ik gewoon maar, ik doe schoenen aan en ik neem 1 paar mee. Ik ga niet 2 paar meenemen dan. Want ik moet iets meer kleren meenemen. Dus dat. En te bedenken dat je ook nog een personal item mee mag nemen met Delta. En dat is gewoon een grote tas. Ik heb nu deze. Het is niet zo handig voor New York. Voor New York heb ik een andere. Maar het enige wat eigenlijk in die tas gaat, is dit. Dus te bedenken dat ik zeg maar nog bijna mijn hele personal item leeg heb, is best wel hoopvol. Dus ja, dat is. Ik ben klaar om te gaan. Ik heb alles ingepakt. En al. Ik ben nu dus bij Vulcan Trail. En ik heb een probleem met mijn camera. Ik kan wel foto's maken, maar als ik wil filmen, dan doet hij het niet. Wacht, kijk of ik hem op mijn stuur kan zetten. Kijk, dan wil ik filmen. Maar hij doet het gewoon niet. Wat is dit nou voor grap, jongens? Ik snap hier echt niks van. Ik heb even dingen gewist. Niet dat dat gaat helpen waarschijnlijk.
Oh. Nou, dat was het dus. Hehe. Er stond te veel zooi op mijn camera. Hij doet het weer. We gaan nu even tickets kopen. En ja, leuk. En ik durf gewoon, oh my god, ik ben zo hoog. Oh, dit is echt, oh my god, ik vind het heel mooi. Ik durf gewoon niet te lopen. Ik ben echt heel bang hier. Ik ga het niet eens doen. Ik kan het niet. Oh, ik kan dit niet. Ik ben heel blij, ik ga echt even hierin staan. Oh, kijk, wacht, ik ga het laten zien hoor. Kijk, je loopt dus op dit. Het is doorzichtig. Dat vind ik doodeng. Oké, mensen, ik ben een half rondje gelopen. Achter mij zie je dus downtown Birmingham nu. Ik vind het helemaal gezegend. Ik vind het heel mooi dat ik het gezien heb. Oh god, maar ik loop toch echt weer terug. En ik ga lekker terug met de trap, want dat is binnen. En dan zie ik niks meer. En ik ben er bijna. Oh. Ja. Ik ga hier gewoon nog even van bij komen. Ik ga even zitten hier. Oh, het is helemaal niet koud, maar ik ben nog helemaal aan het trillen gewoon van angst. Dat ik het heb gedaan, ben ik echt trots op mezelf. En de foto's, het is wel echt mooi. Dus ik zet de foto's er ook in. Hele rondje gedaan. Ik heb zeg maar die kant, deze kant, niet helemaal vanaf die kant gezien zeg maar. Maar ik vond het helemaal gezegend, echt waar. Oh my god, ik ga zo even hier het museum in. Ik zag dat ik hier naar beneden kan lopen en de Vulcan Trail kan doen. Dus dat ga ik doen. Van die mensen die alles uitgebreid lezen en zo. En ik heb echt zoiets van, ik kijk een beetje rond, maar I don't care, zeg maar. Dan zie ik dit allemaal en denk ik, ja leuk, maar ik ga dat gewoon niet allemaal lezen. Ik zit ook allemaal foto's te maken, maar ik weet eigenlijk helemaal niet waarom. Ik heb hier gewoon geen zin in. Ik ga zo even kijken. Dit is een museum, dus ik ga ervan uit dat er ergens een wc is. Zodat ik even naar de wc kan. En dan ga ik daarna naar die trail. Maar dit is gewoon niet mijn ding, joh. Nou, dit is dus het trail waar we het over hadden, die ik wou zoeken. Hij is dus gewoon letterlijk hier bij het standbeeld zelf waar je erop moet gaan. Dus, te gaan lopen. Daar heb ik echt even geen zin in. Ik ook even zonde van mijn tijd, omdat ik het uitzicht eigenlijk al gezien heb. Dus ik wil gewoon een heel klein stukje kijken wat het nou precies is. En alles. En ja. En dan loop ik langzaamaan straks weer gewoon terug. En dan ga ik even mijn foldertje bekijken. Ik heb nu alles hier wel gezien. Mijn heer is kapot. De conditie is zo slecht. Dus ik ga nu naar de auto lopen. Ja, ik kan niet meer praten, sorry. Oké,
Oké, we gaan. Het is zo warm geworden. Ik ga zo even checken hoe warm het serieus is. Maar ik ga mijn trui uitdoen en ik kan gewoon met mijn t-shirt gaan lopen. Het is echt warm geworden. Super fijn natuurlijk, daar niet van. Daar zijn we alleen maar blij mee. Daar is mijn autootje. Oh, wat is warm in die auto. Mijn deur moet nog even open hoor. Oh, deze gaat eerst uit. Kom ik aan in de kofferbak liggen nog 2 winterjassen. Nou, ik weet niet waarom. Even kijken, ik ben nou echt benieuwd hoe warm het is. 17 graden, nou het voelt echt veel warmer. Oh, perfecte week trainen, doel gehaald. Helemaal top. Oké, ik ben bij Wendy's en ik heb mijn trui even weer aangedaan. Want altijd in die restaurants hebben ze airco aan en dan vind ik het weer koud worden. Dus ja. Yay. Wendy's. Oké, dus ik neem hier altijd $4 menu. Ik krijg kipnuggets, friet en een burger. Cheeseburger, hamburger, wat jij wil. Maar ik heb kipburger. Dus dat zit allemaal hierin. En ik ga nu lekker eten. En later. Oké, ik ben geparkeerd. Echt bij het park ook. Dus dat is echt super chill. Dus ik kan hierna gewoon... Ik loop nu even naar buiten. En dan ga ik even het parkje bekijken. En dan kan ik gewoon heel makkelijk gewoon weer wegrijden. En door naar Atlanta. Dus dat is eigenlijk de planning. Ja, ik ben nu dus bij het park. Parkeren is gratis op zondag. Dus dat is helemaal mooi meegenomen. Nou, dit was blijkbaar heel... bekend of zo. Maar ja, ik ben geswitcht van zonnebril. Ik vind deze eigenlijk niet zo leuk. Maar goed, dit is dus al park. Ik vind het echt gereed aan. Als ik dit wist, had ik het ook niet gedaan. Maar goed, ik ben er nou toch. Het is echt super klein en zo. Het stelt eigenlijk geen fuck voor. Echt een paar beeldjes en dat was het. Wel leuk, dit is wel weer leuk dan Martin Luther King beeld. Daar hebben we nog één standbeeld die ik nog wilde zien sowieso. Daarna ga ik lekker gewoon naar de auto weer. En dan ga ik lekker naar huis rijden. Ik ben helemaal klaar mee. Helemaal klaar mee. Nou, daar vond ik dus echt geen reet aan. Ik had er net zo goed over kunnen slaan, maar goed, we hebben het gezien. We gaan nu kijken naar huis. 230 kilometer. Wauw. Het staat 2 uur en 25 minuten. Het is nu 1:15. 1:15, 2:15, 3:15, 4:15. 4:15 ben ik als het goed is thuis. 4:30, laten we het daarop houden. Dat vind ik wel weer heel fijn, want dat betekent dat ik ja, in het licht gewoon rijd de hele tijd. Dat ik niet in het donker hoef te rijden. Daar heb ik had ik eigenlijk echt geen zin in. Dus het is op zich 1:15 en ik had nog meer kunnen doen vandaag hier. Ik heb eigenlijk nog helemaal niet in dat boekje gekeken ook, maar ik heb gewoon ook echt geen zin meer. Ik ben er helemaal klaar mee, ik wil lekker naar huis. Dus we gaan onze roadtrip beginnen. Ja, ik ga ook gelijk de vlog afsluiten trouwens, want ja. Ik ga terug naar huis rijden en dan ben ik thuis en dan is het klaar. Dus ik sluit bij deze ook gelijk de vlog af. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar mijn Birmingham roadtrip. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Doe dan een duimpje omhoog. Willen jullie meer van deze travel vlogs? Ook duimpje sowieso omhoog, maar ook even... Ik zou het leuk vinden als je een comment achterlaat ook. Ik ga in december... Trouwens over 3 weken al denk ik of zo. 3-4 weken, weet ik veel. 3 weken denk ik. Siri, ik praat niet met jou. Target, hoe kom je daar nou weer? Whatever. Ga ik naar New York. Dus ik denk... En mijn geheugenkaart was weer vol, ben ik er. Ik denk dat ik daar ook een vlog wil opnemen. Dus ik denk dat die er ook aankomt. Maar goed, duimpje omhoog. Laat een comment achter. Vergeet niet te abonneren. En als je deze video wilt delen op je social media kanalen, zou ik het ook super leuk vinden.
En ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Klein ding, ik zou dit nog filmen. Die cola cinnamon. Ga ik even proberen nu. Ging net goed. Okay. Ik zou nog laten weten wat ik daarvan vind. Oh, dit is echt... heel raar. Echt raar. Het smaakt niet eens naar cola. Het lijkt gewoon alsof ik kaneel aan het zuipen ben. Kaneel met water. Maar goed, we gaan het er maar mee doen deze reis. Later.